allemaal, welkom bij een gloednieuwe vlog. Ik ben net wakker en hier een fijn dagje. Ik zal even kort vertellen waarom. Ik kan het eten denk ik niet goed aan. Ik heb gisteren heel veel verschillende dingen op en vannacht kwam alles eruit. Details zal ik besparen, maar het was niet best. Maar gelukkig voel ik me nu weer helemaal de oude. En ik doe mijn gordijn open en moeten jullie eens kijken hoe mooi het is. De zonsopgang. De zon staat echt heel mooi hier. En ik denk dat we de zee ook kunnen zien. Het is gewoon al warm. Kijk, hier de zee. Kijk hoe mooi de zon zo door die boom heen gaat. Het is echt amazing. Verdwijn uit mijn toilet! Verdwijn uit mijn toilet! Verdwijn uit mijn toilet! Nou, hier zit ik weer met mijn outfit of the day. Een kort hemdje, korte broek, schoenen en ja, dat was het. En sokken. En wij gaan dadelijk de stad verkennen. We gaan in de stad, geen idee waar naartoe precies, maar dat gaan we wel zien. En ik ga jullie gewoon weer meenemen. Ik ga weer foto's maken. Ik heb net trouwens ook foto's gemaakt vanaf het zwembad. En daar hebben we wat selfies met z'n drieën gemaakt. Die zien jullie nu en nu in beeld. Dus ik hoop dat jullie ze mooi vinden. En ondertussen ga ik even mijn camera spullen pakken. En dan gaan we zo de stad in. Dus ik zou zeggen, ik neem jullie mee. Ik neem jullie mee op reis. Ik neem jullie mee naar Madeira of Portugal. Mooi lied. Ja, dat is een prachtig lied. Maar in ieder geval zou ik zeggen, ik zie jullie strakjes. Zie jullie eens kijken, hier zit gewoon een zwembad aan de zee. En je kunt daar langs ook in de zee. En daar in de verte zit een boot. En hij geeft me echt Pirates of the Caribbean vibes. Ze gaan inzoomen. Laten jullie kijken. Dit is toch gewoon Pirates of the Caribbean. Het is gewoon een piratenschip, maar dan met een motor erachter. Super cool. Dus ik ben nu op een punt beland. En dit is echt wat ik zie. Ik ga nu de camera omdraaien. Check dit uitzicht. Kijk, daar staan mama en Peter. Hey. Hallo. Die zitten ook te kijken naar het mooie uitzicht. En daar heb je, daar kun je gewoon zwemmen. Daar zijn mensen ook aan het zwemmen. En dan heb je dit uitzicht. En in de verte zelfs palmbomen. En hotels en overal palmbomen. Dan heb je daar een berg. Ja, dit is echt heel mooi. Dit is echt heel vet. En zo die rotsen bij de zee. Dit heb ik oprecht nog nooit gezien. Dit is echt heel mooi. Biertje halen. Biertje halen. Biertje halen. Biertje halen. Nou jongens, ik ben net hier bij de zee geweest. En ik heb hier op die tegels heb ik gelegen. Als het goed is heb jij toch een foto gemaakt, Peter. Ja, Peter heeft een foto gemaakt. Dus die zien jullie nu in beeld hoe ik erbij lag. En ja... Het lag niet comfortabel, maar ik heb echt hele vette foto's gemaakt. En ondertussen gaan we even een mega stijl pad op. Louis zwaar. Ik heb het zwaar. Ik heb een zwaar leven, jongens. Maar ik heb in ieder geval echt super vette foto's gemaakt. Dus die zien jullie. Draai rondjes! Gisteren! Kijk jongens, moeten jullie al die krabben zien? Hier zijn ze aan het lopen. Er zitten echt ziek veel hierop. Daarheen, daarheen, hier veel. Ja, dit zijn veel krabben jongens. Kijk, moeten jullie al deze vissen zien in het water? En hoe helder het water trouwens is. Like in de zee in Nederland zie je die vissen nog ineens in de zee. Hier kun je ze gewoon allemaal zien. Je ziet hier zulke zwarte stippen. Dat zijn allemaal zeeegels. Kijk, nu zie je ze goed. Nu zie je ze niet meer goed, want de zee zit er weer boven. En de golven. Maar kijk, dadelijk zie je ze als het goed is zeer goed. Het zijn gewoon echt ziek veel zeeegels. Dus ik ben bang voor de zee nu hoor. Die hebben we in de... Kijk, zo zie je ze goed. Zo. Ja, dit is wel awesome. Maar ook weer niet, want ze kunnen prikken. Marcelo, hey, laat je frikandel zien. 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 Nu gaan we lekker eten. En
En ik kijk nu in de spiegel in plaats van naar mij. Kijk, ik film in de spiegel. Kijk, laten we het even zo doen. Hey. Maar in ieder geval ga ik eten nu bij mama en Peter op de kamer. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie later. En we hebben gegeten. We zijn naar de winkel geweest. En nu zijn we weer terug thuis. En ondertussen ga ik mijn outfit even switchen. Want ik heb mijn korte broek aan en mijn bloot hemd. Want we gaan zo zwemmen. Dus ja, ik ben hyped om te gaan zwemmen. Het is al een tijdje geleden dat ik heb gezwommen en er wordt geklopt. Hoor wie klopt daar, kindertjes? Hoor wie klopt daar, kindertjes? Hoor wie klopt daar, zachtjes tegen? Hallo. Hoi, de wasservice. Welkom bij mijn vlog. De wasservice is er. Mama die gaat mij shirt schoonmaken. Is eruit. Het water is weg. Het water is half weggelopen. Mama heeft mijn shirt schoongemaakt. Dat heb jij goed gedaan, mama. Dat heb jij goed gedaan. En in de tussentijd ga ik even omkleden en dan ga ik zo met mama lekker zwemmen. Nou, bij deze vanuit een geweldig magnetron shot. Wat shout-out naar elke magnetron. Ga ik zeggen, ik ben klaar met omkleden. Kijk, hoppakee. Ik heb mijn zwembroek aan. Mijn slippers, ho, er zit een draad voor. Met super fancy zeeman slippers. Check deze slippers, man. Check deze. Check deze. Ja, dit is sick. Dit is pas echt mode, jongens. Dit noem je de echte shit. Dit noem je de real shit. Ja. Trouwens gehoord, de zee is 17. Nee, ik zeg het verkeerd. Volgens mij 19 tot 25 graden uit mijn hoofd. Het hele jaar door. Dus ja, en in de winter 19 was volgens mij, of 17, nee volgens mij was het in de winter 17. Maar rond de tijd van het jaar, rond nu zal het waarschijnlijk rond de 22 graden zijn, nooit de zee. Morgen gaan we trouwens in de zee zwemmen, ga ik ook filmen. Dus ja, en morgen gaan we dolfijnen spotten. Ik heb super veel zin in, ik ben echt hyped. Dus ja, dat gaan we morgen doen en in de zee. Ja, shout-out naar de zee. Nee, geen shout-out, wel een... Een kleine shout-out naar de zee. Sommige gebieden niet, sommige gebieden wel. Ik denk dat ik ga stoppen met filmen. En dan zie ik jullie zo bij het zwembad met mijn GoPro. Waarschijnlijk ga ik daar gewoon filmen. Ik weet niet of het mag, maar als het mag, dan ga ik met deze maat ga ik filmen. Wordt de tweede keer dat ik onder water ga filmen met deze. Vind ik eng. Vind ik heel eng. En ik vind het al helemaal eng dat ik er morgen mee in de zee ga. Hij moet het kunnen. Maar ik vind het toch eng. Gewoon het idee. Er zit niks om. Kijk dit. Kijk die gaten. Kijk die flipping gaten. Kijk dit. Scherp willen. Ja, dit was wat ik wil. Kijk. Deze gaatjes. Like, ik blijf dat idee zo gek vinden. Dat er like gaatjes in mijn GoPro zitten. En nog meer. Like, hier zit een gat. Stel scherp. Schel sterp. Schel, stel scherp. Kom op. Ja, kijk. Daar zit een gat. Mijn camera heeft de laatste tijd een beetje moeite. Hij stelt moeilijk scherp. Maar ja, dit is mijn GoPro en daar zit gaten in. En dat vind ik gewoon eng. Ja, daar komt het op neer. Maar hij moet het kunnen. En hij is ervoor gemaakt. Dus we gaan het gewoon doen. We gaan er gewoon mee zwemmen. Want ja, hij is ervoor gemaakt. Verdwijn uit mijn toilet! Nou, ik ga zwemmen hier zo. En ja, eerst even genieten van het uitzicht. Dat kunnen we niet laten. Want ja, dit uitzicht is gewoon amazing. Toch, mama? Ja. En met die bus gaan we morgen mee. Met die bus gaan we morgen mee, die jullie daar zien. En dit is gewoon een geweldige uitzicht op de zee. En daar ga ik zo zwemmen. Dus ja, ik zal niet te veel zwemshots maken ook, want er zijn altijd hele cringe cliché beelden. Maar op zich ben ik overtuigd dat als je maar een paar seconden filmt, dat het dan wel oké is. Dus laten we dat doen. Maar ja, dit is het uitzicht vanuit het hotel. Dat blijft wel echt heel mooi. Nou, we zitten nu in het water, zeg maar. Ja. Lekker in het water, duidelijk gezegd. En nu gaan we lekker zwemmen. Verdwijn uit mijn toilet! Verdwijn uit mijn toilet! Nou, we hebben lekker gezwommen en nu gaan we drogen in de zon op het eiland met de palmbomen. Want ja, shout-out naar alle palmbomen. Dat is in... goed moment om een shout-out na te geven, want palmbomen zijn gewoon goede bomen, mooi gesproken. Maar in ieder geval ga ik lekker in de zon drogen. Nou, ik ben lekker in de douche geweest zoals jullie zien, want waarschijnlijk zien jullie dat mijn haar nat is. En ik heb gezwommen en we zijn nu terug in het hotel. Mama en Peter zitten te koken. Eén keuken is hier. We zitten helemaal niet, we staan te koken. Ze staan te koken.
En Peter staat te koken. Met de ene helft hier en de andere helft in hun keuken. Want ja, we hebben maar twee pitten. En dan kunnen we straks lekker gaan eten als het goed is. Moeten jullie deze zonsondergang eens zien? Kijk dit, gewoon helemaal, ja. Of ja, de zon is al onder, maar het ziet er wel echt super mooi uit hier bij de zee. Ik heb ook meteen even wat foto's gemaakt, maar het is echt heel mooi. Zo de lucht helemaal oranje, geelachtig en dan boven helemaal blauw. Dan die rotsen bij, ja, dit is echt heel mooi. Ja man, het gaat niet altijd even goed. Jared en Drizzle, help me als het even moet. Ja man, Bruins, swag. Luca Funk, ik ben een animal als artist. Mijn tunes, je weet dat het art is. Voor mijn shit, ga ik naar de praxis. Fuck de jumbo, broodjes zijn 1,80 €. Kevin, die guy is fucking prachtig. Iets negatiefs, ja daaraan dacht ik. Ik voel me slecht, de wereld is veel te lastig. Jouw tunes, die shit vind ik schattig. Poetin, die guy is veel te machtig. De toekomst, ik zie er geen kans in. Oh shit. Nou mensen, ik praat even wel zachter, want het is al laat in de avond. En ik wil niet iedereen wakker maken in het hotel. Maar ik ga slapen. Lekker naar bedje toe. Ons bedje. Die weer mooi is opgemaakt door de roomservice vanmorgen. En ja, ik ga slapen. Ik zou zeggen, ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Morgen, dan gaan we de zee op met een boot. En ja, ik heb super veel zin in. Ik ben echt heel benieuwd. We gaan wel eens goed morgen ook zeehonden zien. Ik bedoel, ik zeg het verkeerd, zeehonden. Dat is niet zo speciaal. Ja, misschien zien we die ook wel, maar we gaan flipping dolfijnen zien waarschijnlijk morgen in het wild. Dus dat is super cool. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie morgen bij een gloednieuwe vlog. En ja, tot morgen. En sterks. Vergeet niet te abonneren. Doe duimpje omhoog. En ja, ik wou trouwens nog even laten zien, like, kijk dit. Het is gewoon s'avonds, echt laat s'avonds. En er zitten gewoon nog mensen hier op het terras te eten, te avondeten. Kijk dat. Ze zitten gewoon te avondeten. Ja, dat is niet best. Gaan we terug naar mijn hotelkamer, hoppakee. Naar binnen. Kijk, ik heb daar ook allemaal was op. Kijk trouwens hoe mooi de stad is daarachter. Helemaal verlicht. Kijk. Oh, stelsel. Kijk al die lichtjes. Kijk dit. Er zijn allemaal huizen en al. En ja, hier is alles gewoon verlicht. Het lijkt wel overdag bijna. Zo licht het hier. Kijk, allemaal nog lawaai en al. Ze werken hier gewoon dag en nacht. Ja, het is ook de stad. Het is de hoofdstad van het eiland, dus ja, op zich wel logisch. En buiten is het trouwens ook gewoon nog warm. Ik ga trouwens even, ik ga mijn airco even uitzetten, maar die heb ik al uitgezet. Was ik even vergeten, volgens mij heb ik dat net gedaan. Maar ja, ik zou zeggen, ik ga slapen. Tot morgen, mijn gloednieuwe vlog. Mijn kaarten, maak je fucking aanzicht. Ik hoop dat er voor de toekomst nog een plan is. Zet geld weg, zet iets aan de gang is. Mijn blik, je weet dat hij bang is. Leeg mijn hoofd als ik alleen op de bank zit. Vecht met demons, Luca Funk, je kan dit. Ik kan dit man, en iedereen kan dit man. Hey, deze wereld is fucked up. Laat deze tune en steun in de rug zijn man. Hey, love you.